sta hier op de Amsterdamse weg en ik ga kijken of ik bij iemand een gratis voorwerp kan ophalen en dat ik die dan vervolgens kan inruilen voor iets groters. Laten we even gaan kijken hier. Heb jij toevallig iets wat wij gratis kunnen krijgen? Nou, kan wel. Ja, vertel, wat kunnen we gratis meenemen? Wat zullen we doen? Autootje. Een autootje, nou dat vind ik wel heel leuk. Een speelgoedautootje. Wat leuk, dankjewel. Ja, ik heb dus zojuist dit gele autootje gekregen. We gaan even kijken of ik hem kan inruilen voor iets groters of iets mooiers. Ik heb hier een heel leuk geel autootje. Mag ik misschien iets inruilen ervoor bij jou? Ja hoor, is goed. Ja, wat heb je allemaal? Suske en Wiskus, Francine Ome, krokodillen, tranen en dagboek van de muts. Oké. Nou, het lijkt me ook wel leuk als we dan een Suske en Wiske... Mag dat? Ja, mag. Ja? Vertel, welke mogen we meenemen? Deze. De zingende nelpaard. Wat ongelooflijk leuk. Nou, dan geef ik jou het gele autootje, alsjeblieft. Het is een heel leuk autootje. Dankjewel. Ja, zou je dat gratis willen inruilen voor de Suske en Wiske? Dat is dan de vraag. Nee, dit is veel leuker. Maar zou je dit gratis willen inruilen voor dit? Nee, wil ik niet. Je niet, hè? Nee, dat snap ik. Ja. Heeft u nog iets anders toevallig, wat wel kan? Wat wel kan? Een kalender. Een kalender. Ja, ik heb nu dus deze kalender en nou, we gaan kijken of we er nog iets groters van kunnen maken. Ja, we zijn eigenlijk bezig om van iets kleins iets groots te maken. We zijn begonnen met een geel autootje. We hebben nu een kalender. Zouden wij toevallig iets van een leuk spelletje mogen inruilen voor de kalender? Is goed. Ik heb nog een puzzelspelletje. Een puzzelspelletje. Een poezenpyjama. En misschien is een van deze wel leuk. Muizenschrik of de wiebelboom? Muizenschrik heb ik wel eens gespeeld vroeger, geloof ik. Nou, maar, ja, of een wiebelboom, hè? Ja. Wat raadt u aan? Nou ja, die is wel spannender. Oh, nou, ja, doe dan die dan maar. Ja, is helemaal goed. Een leuke Disney wiebelboom spel. Ja. Ja, wat superleuk. Ja, is goed. Zal ik de transactie doen? Ja. De kalender is voor u. Een hele leuke kalender. Ja, dank u wel. Ja. We zijn allemaal spullen telkens aan het inruilen, gratis. Mogen wij misschien dit spel inruilen met de Cars puzzel? Lijkt je dat wel? Ja? Echt? Maar wat leuk. Dan gaan we even de Cars puzzel pakken. Nee, het is een hele leuke Winnie de Pooh wiebelboomspel. Ja. En wij gaan nu puzzelen. Kijk eens, we hebben er gewoon een Cars puzzel. Ja, wie wil dat nou niet? Ik hoor jullie net schreeuwen. Jullie willen deze fiets ruilen? Ja. Waarom? Zijn jullie zat met deze fiets? Nou, hij is te klein. Dus gaan we verkopen hier en krijg ik mijn zus fiets en dan krijgt zij een nieuwe fiets. Nou, wat leuk. En jullie willen deze puzzel wel ruilen ervoor? Ja. Oké, nou zal ik jullie deze puzzel geven? Ja. En vertel, is die denk je niet een beetje te klein voor mij? Ik denk het wel. Okay. Nou, ik ga het gewoon proberen. Ik ga er even op zitten. Hij zit goed. En nou ja, ik loop al weg, want fietsen dat gaat niet meer. Maar we gaan verder. Hoe gaan we dit meenemen naar de redactie, jongens? Help. Hallo. Hi.